Hallo en welkom bij In het Echt, de wekelijkse webcast die een visie op de wereld om ons heen biedt vanuit het perspectief van een creatief en rationeel christelijk geloof. Deze week hebben we nieuwe muziek voor je en een gebed met beelden van de natuur. Maar we beginnen met een overdenking, deel 2 in de serie Voor wat hoort wat, door Chris. Het eerste deel kun je beluisteren in de webcast van 2 weken geleden, dat was 26 november. Dag iedereen. In een vorige video zagen we dat het wederkerigheidsbeginsel het economische leven beheerst en ook soms het sociale leven. Gewoonlijk is daar niets mis mee, maar de zegswijze ons kent ons illustreert dat relaties soms op een ongezonde wijze door eigen belang worden gestuurd. En de eis om wederkerigheid is helemaal niet op zijn plaats wanneer het gaat om liefdadigheid. In deze video vragen we ons af in hoeverre het principe voor wat hoort wat geldt in de relatie tussen God en mens. In de oudheid was wederkerigheid in de relatie tussen goden en mensen de regel. De Romeinen hadden daar een spreuk voor, do ut des, ik geef met de bedoeling dat jij geeft. En de mens moest het initiatief nemen, daarom de trap omhoog. Die goden ontstonden in de fantasie, werden door ambachtslui uitgebeeld en op een altaar opgetild om vereerd te worden. Zij hadden, net zoals de mens, een branche waarin ze actief zijn en slechts een beperkte actieradius. De godin Ceres, bijvoorbeeld, werd geassocieerd met landbouw en vruchtbaarheid in Italië en in Griekenland. Die goden hadden noden die gelenigd moesten worden. Offers, gebeden en rituelen moesten hen tevreden stellen. In ruil gaven ze vruchtbaarheid, gezondheid en geluk, of overwinning in de strijd. Achter die offerdiensten zat een businessmodel, dat priesters en handelaars ten goede kwam en de macht van de keizer ondersteunde. Ons kent ons was ook hier van toepassing. Die business was lucratief, want eigenlijk verkochten priesters gebakken lucht. Ze profiteerden van de offers, in ruil voor prestaties die niet zij, maar de goden leverden. Die goden waren geen positieve rolmodellen. In mythes strijden zij om macht en begeerte voert de boventoon. Meestal waren zij promotoren van egoïsme en ondeugd. De Bijbelse God is de antithese van die afgoden. En wanneer de Israëlieten toch dat religieus model overnemen, dan laat Yahweh bij monden van de profeten weten dat die handelswijze helemaal niet bij hem past, en hoezeer hem dat ook stoort. Wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen, van het vet van jullie kalveren. Hou op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom. Kom op voor wezen, sta weduwen bij. Ik hoef geen geiten uit jullie stallen, want alle wilde dieren in de bossen, alle dieren op duizenden bergen, zijn van mij. Ik ken elke vogel in de bergen. Als ik honger had, hoefde ik dat jullie niet te zeggen, want de wereld is van mij. Alles op aarde is mijn eigendom. Maar ik eet geen stierenvlees. Dit is het offer dat ik van jullie vraag. Ik wil jullie dankbaarheid. Doe wat jullie mij beloven, mij, de Allerhoogste God. Roep mij om hulp als jullie in moeilijkheden zijn. Dan zal ik jullie redden en jullie zullen mij danken.
Ook in het Joods-christelijk geloof is er sprake van offergave en van goddelijke bescherming, maar er zijn veel verschillen. De trap omhoog werd vervangen door een trap omlaag, want die God uit de andere dimensie openbaart zichzelf. Dat gebeurde eerst verbaal en via wonderlijke tekenen, in het leven van Abraham, Mozes en vele anderen. God noemt zich Ik Ben die Ik Ben. En die naam illustreert dat hij tijd en ruimte overstijgt. Zijn bevoegdheid, macht en de actieradius zijn onbeperkt. De Allerhoogste, de eigenaar van alles, nam het initiatief. En omdat hij niet gereduceerd kan worden tot een instrument in mensenhanden en niet gecommercialiseerd wil worden, verbiedt hij dat men van hem een beeld zou maken. Later komt die God in levenden lijven de trap af. En Jezus' woorden en daden maken alles duidelijker. Hij gelijkt in niets op de goden die de mens heeft gecreëerd en vraagt een andere vorm van verering en levensstijl. Niet heersen, maar dienen, niet krijgen, maar geven. Ik geef opdat jij zou geven, moet wijken voor een liefdesrelatie, waarin geen diensten en handelswaar worden uitgewisseld, maar twee personen elkaar ontmoeten, want God wil dankbaarheid. Offers zijn hier geen pasmunt, maar een geste die aantoont dat de mens God erkent en waardeert. Want het echte offer komt van Gods kant, doordat hij zijn zoon liet sterven voor de zonde van de wereld. Die godsrelatie is als een huwelijk, waarin de mens zijn aandeel doet, want liefde is een werkwoord. Maar er wordt geen boekhouding bijgehouden. Een stofzuigbeurt door de ene geeft geen recht op een maaltijd bereid door de andere. De relatie tussen mens en God is er een van liefde. Ik geef omdat ik van je hou. En dat is ook zo van Gods kant, want de uitdrukking de hemel verdienen is het christendom binnengeslopen, maar staat haaks op het feit dat het nieuwe leven een geschenk is, dat mogelijk werd gemaakt door de dood en de verrijzenis van Jezus. Velen hebben Yahweh's leefregels genegeerd. En ten tijde van Jezus was de Joodse religie voor sommigen een lucratief businessmodel, waarbij waarheid moest wijken voor winst. En dat was en is met de christelijke religie ook vaak het geval. Ten onrechte, want de profeten herhalen telkens weer dat het niet gaat om offers, maar om dankbaarheid tegenover God en een eerlijke levensstijl. Yahweh is de promotor van eerlijkheid en recht. Vandaag is de belangstelling voor de antieke goden weer in opmars. En dat is geen goede zaak. Want wie streeft naar een rechtvaardige maatschappij, vindt in hen geen bondgenoot. Daarvoor moet je bij Jezus zijn. En dat is een van de redenen waarom in de voorbije 2000 jaar velen hun traditionele goden hebben verlaten en christen zijn geworden. Willen ook wij hun voorbeeld volgen? Dankjewel, Chris. Wanneer we een persoonlijke relatie met God hebben, die gebaseerd is op liefde, zoals Chris dat beschreef, dan genieten we ervan om zijn nabijheid te zoeken. Daarom nam Rita voor ons het volgende gebed op. Voel je vrij om mee te bidden en te genieten van de beelden van de natuur, die zijn opgenomen door Christina. Jezus, U leerde ons bidden. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Telkens als we het onze Vader bidden, zinderen deze woorden na. Vergeving schenken is geen gemakkelijke opdracht. Zeker wanneer we vinden dat we onrechtvaardig werden behandeld. Maar als ik uw woord lees, zie ik dat u ons deze kernvraag stelt, die samenhangt met vergeving schenken. Wil je de ander
liefhebben, zoals je jezelf lief hebt. De apostel Paulus maakt dit concreet met de woorden: verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Als we aan deze boodschap gehoor zouden geven, zouden vele ruzies stoppen. Dan zou er vrede zijn binnen huisgezinnen, tussen man en vrouw, tussen buren en uiteindelijk ook meer vrede in de wereld. Heer, help ons het goede te zoeken en het juiste te doen. Help ons na te denken over wat we zeggen en wat we doen en laten. Help ons om kwaad niet met kwaad te vergelden. Mogen we als kinderen van u vredestichters genoemd worden. Dankjewel Rita en Christina. Wij van Erbskwerps Echt komen iedere donderdagavond bijeen. Dan bidden we voor en met elkaar zoals Rita dat deed. Ook bespreken we op rationele en geestelijke wijze hoe we de wijsheid die we in de Bijbel vinden kunnen toepassen in onze levens. We zijn op zoek naar meer mensen die in of niet ver van Erbskwerps wonen en dat samen met ons willen doen. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op, zodat we het adres kunnen geven waar we deze week samenkomen. Straks geef ik je onze contactgegevens, maar eerst willen we luisteren naar een lied van Willem Komen op basis van twee versen in de Bijbel, namelijk Romeinen 6 vers 23 en Johannes 3 vers 16. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven. In Christus Jezus onze Heer. Want Gods liefde was zo groot, dat Hij zijn eigen Zoon voor de mensen heeft gegeven. Opdat wie in Hem gelooft, niet zal blijven in de dood, maar voor eeuwig zal leven. God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen. Wie gelooft, ontvangt het geschenk van vergeving van zonden en eeuwig leven. Van Jezus was ons schoon, red van zonde en van dood, en geeft hoop op eeuwig leven. Jezus overwon de dood, opdat wie in Hem gelooft, voor altijd zal leven. Van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Zegen.
Dankjewel, Willem Komen. En zoals beloofd zijn hier onze contactgegevens. Je kunt reageren door hieronder een opmerking te plaatsen of mailen naar contact@erbskwerpsecht.org of een tekst- of WhatsApp-bericht versturen naar 0474-398867. Als je niet bij ons in de buurt woont en nog niet bij een kerkgemeenschap of huiskring bent aangesloten, dan kun je daarnaar zoeken op de kaart die je nu ziet verschijnen en die ook te vinden is op de website van ARP op arp.be. Als je onze video's leuk vindt, like ze dan, zodat anderen ze ook gaan bekijken. Verder wensen we je een goede week toe en volgende zondag vanaf 10 uur verwachten we weer een nieuwe video te posten op YouTube en Facebook. Tot dan!